Dit is een foto die staat in de revue, zo heet het tegenwoordig op het blad. En daar ligt u enigszins ontkleed op een volgens mij rijk gedecoreerde bank. En u wordt daar geportretteerd als de miljonair die zich van de kredietcrisis, zo te zien, niet veel hoeft aan te trekken. Ik heb diep respect voor het gevoel van humor van het blad Nieuwe Revue. Maar eventjes, deze foto werd gemaakt 2 jaar geleden. Dat is een hele andere tijd. Toen lagen wij er allemaal zo bij. Ja, precies. En dat was een fundraiser, dat is heel leuk. Het was een fundraiser voor een weeshuis in Nepal. Ja? De journalist zei, wilt u uit de kleren gaan om een weeshuis in Nepal neer te zetten? Maar is het zo, als Jacob Geldekker uit de kleren gaat, dat er dan een weeshuis in Nepal komt? Ja, we hebben dit een veiling gedaan vorig jaar december in Krasnopolski bij Society Lunch. En het bracht op 52.000 euro. Er is iemand die heeft 52.000 euro betaald. Euro bracht de veiling op. Nou, van harte gefeliciteerd. En er staat dus nu een weeshuis. Ja. Dus, we hebben de afgelopen dagen... Je gaat wel ver. Ja. We hebben de afgelopen... Was het niet de moeite waard? Absoluut. We hebben de afgelopen dagen uw boek gelezen, wou ik zeggen. En dat is voor een groot deel autobiografisch. En daarin komt een niet al te fijne jeugd naar voren. En later zegt u dat dat de basis is van uw succes. Kunt u beide dingen even schetsen? Wat was zo niet fijn aan de jeugd en waarom heeft het geleid tot dat succes? Ik ben een babyboomer. Babyboomers werden geboren na 1945. En in 1945 was Europa een puinhoop. Er was niets. Er was armoede. Er was helemaal niets. Of je nou geld had of niet, maakte niks uit. Er was niks te koop. En wij groeiden op in die periode tot de jaren 60. En dat was een ramp. Of je ouders waren aan de verkeerde kant geweest. Of je ouders hadden geleden door het naziregime. En wat was er met uw ouders? Ik was een kind van een onderduiker. En onderduikers, als ze gepakt werden, kregen ze de doodstraf. Dat waren misdadigers. Daar stond de doodstraf op. Ik was een kind dus van een misdadiger. Laten we niet vergeten, het regime dat hier was in 1944 en 1945 was democratisch gekozen. Was democratisch gekozen door het parlement. Wij hebben allemaal in Nederland de NSB gesteund. Nou, niet allemaal, maar een deel van het land. En nu zijn wij allemaal plotseling verzetshelden geworden. Na de oorlog, ja. Blijf even bij uw ouders. Bij uw ouders, want uw vader was een onderduiker. Ja. Die dook onder ergens, ik geloof dat het een boerderij was... waar ook de dochter van de boer viel voor de avances van uw vader. Dat was mijn moeder, ja. Ja, dat was uw moeder. U bent daaruit voortgekomen na de oorlog... Ja. Dus kennelijk is dat dan toch in liefde bezegeld na de oorlog ook nog, of niet? Het was na de oorlog. Ik ben pas in 48 geboren. Dat heeft een paar jaar stand gehouden. Maar dat heeft zich daarna altijd gewroken. Het was een vreselijke situatie. Men kwam tot de ontdekking dat de onderduiker... Vergeet niet, het was niet plotseling, ik ben onderduiker. Het is 10 mei 1945 en nu ben ik geen onderduiker meer. De onderduikers bleven ondergedoken. Ze bleven vasthouden aan hun... nieuwe identiteit. Ze bleven angst hebben dat ze weer gepakt zouden worden, enzovoort, enzovoort. Maar meneer Dekker, u was nog niet eens geboren toen. Ik bedoel, wat is de impact daarvan geweest op u? Mijn vader is ondergedoken gebleven, ik denk tot de jaren 60. Ik denk dat hij nooit meer uit het onderduikers identiteit is gekomen. En u had er last van als kind? Als kind leefde je dus in zo'n gezin waarin moeder in wezen de man verachtte, want het was een misdadiger... en het bleef een misdadiger in haar ogen. En zij was erin geluisterd. En ze liet ook geen gelegenheid voorbij gaan om dat aan te geven. En daarom was u als kind ook niet zo gerespecteerd... want u was immers de zoon van een misdadiger. Absoluut. Ja. En dat heeft u meegedragen, dat gevoel? Dat gevoel kwam heel sterk over. En dat gevoel gaf een stempel, een programmering... bijna een software op je leven. En wat staat er op die software? Op die software staat uitsluiting, bitterheid, maar ook wraak. En er staat een soort woede die je wilt uitleven, wilt uitoefenen op. En dat blijft je bij. Wraak op dat je niet geaccepteerd werd en zal laten zien... dat jij heus wel weet hoe het moet en het beter kan. Vechten. Ja? Vechten.